20 december houdt Roosterup Optiek een fashion event. Een avond waarbij alle monturen speciaal door ons geselecteerd zijn en we de gehele collectie in de winkel hebben. Dus in alle modellen en alle kleuren, maar ook in alle maten en vormen. Om te voorkomen dat u voor niets reist, laat ik u steeds vooraf de collectie al zien. Natuurlijk heb ik van klanten vragen gekregen waarom een filmpje en geen online foto's. Omdat de kleine, onbekende brillenmerken al hun geld steken in de productie van monturen en niet in marketing. Vaak zijn er zelfs ook geen foto's. Deze fashion event draait om Etnia Barcelona. Dat houdt dus in dat alle brillen van Etnia aanwezig zijn hier in Roosterup, inclusief de zonnebrillen. Zoals u ziet is Etnia een kleurrijk merk. Ze hebben een brede collectie met monturen in kunststof en metaal of een combi van beide. Wat we nu tegenwoordig veel zien zijn die zware donkere brillen. Misschien vindt u die helemaal niets of vallen ze toch net iets te zwaar in uw gezicht. Daarin komt Etnia met een leuke frisse kleur die net wat fijner afgewerkt is, zoals dit montuur hier. Mooie fijne randen, hij glanst mooi met leuke kleuren, wat hier nog mooi doorloopt. Of deze monturen hier, back to nature, wat hier weer helemaal terug zit in het modebeeld. U zou het niet zeggen, maar dit is een kunststofmontuur met de look en de feel van hout. Hij is mooi afgewerkt en je kunt zelfs de houtnerf in het montuur weer terugzien. Hij is zelfs in meerdere kleuren verkrijgbaar. Hoezo, wij zijn duur. Wij verkopen dit montuur voor minder dan 200 euro. We hebben natuurlijk ook de echte, maar die kosten 600 euro per stuk. Of misschien bent u op zoek naar iets wat meer tijdloos is, maar mag het toch een beetje speels zijn. Dan heeft Roosterup deze monturen voor u geselecteerd. De metalen brillen die wat rustiger zijn, maar toch uitgesproken door de aparte vorm en kleur. Wat dit model ook net iets extra geeft, is dat er een kleur door het glas loopt. Waar Roosterup dan ook altijd op let, net als in de kleding, is dat de goede maat klopt. Neem dan dit model, twee maten. Het lijkt misschien weinig verschil zo, maar als ik het opzet, de kleine. En dan nu de grote, dan ziet u hoeveel een maat uitmaakt. Misschien overbodig om te zeggen, maar wij letten bij het uitzoeken van uw montuur ook op de sterkte van uw glazen. Het mooie van Etnia is dat het een betaalbare merk is en ze voor iedere neus de juiste maat hebben. Heeft u bijvoorbeeld een smalle neus of juist weer een brede neus, Roosterup kent het allemaal, dan is Etnia wellicht een merk wat geschikt voor u kan zijn. Alle kunststofbrillen worden gemaakt van acetaat. Etnia's acetaat wordt gemaakt door het mengen van katoen en aceton. Tijdens het mengen wordt ook de kleur toegevoegd. Vervolgens wordt het gehard, gesneden en gelamineerd en krijgt het een rijpingsperiode van 12 weken. In welke fabriek Etnia de monturen kleuren, maken ze dan ook niet bekend. Maar het schijnt in hetzelfde fabriek te gebeuren als waar de iPods ook gekleurd worden. De zonnebrillen zijn er in 3 verschillende modellen. Wat heel bijzonder is dat ieder model verkrijgbaar is in 46 verschillende kleuren. Naast dat we voor u dus een betaalbare collectie in de winkel hebben, draait het dus ook nog eens om de kleurencombinaties. Lijkt het u wat? Kom dan 20 december bij Roosterup langs. Ik ben er klaar voor.